Welkom bij een nieuwe vlog. Super leuk dat je kijkt. Vandaag ga ik iets heel leuks doen. Ik ga namelijk een neuscorrectie doen. Dat is iets wat ik heel lang wil. En vandaag is eindelijk de dag. Dus ik ben in de trein met mijn beste vriendin. We gaan nu naar Deventer. Naar een kliniek waar ik dus neuscorrectie ga doen. Ik zal zo laten zien hoe mijn neus eruit ziet en wat ik er niet mooi aan vind ofzo. En daarna ga ik ook later mijn wimpers doen, want zoals jullie kunnen zien heb ik geen wimpers en het ziet er echt niet uit. Mijn gezicht is gewoon zo kaal. Dus ja, ik neem jullie gewoon gezellig mee. Veel kijkplezier. Nou guys, we zitten in de trein richting Berlijn. Het is echt een trip van 2 uurtjes letterlijk. En we moeten bij Deventer uitstappen en daar moeten we dan nog 1 bus pakken. En dan zijn we bij de kliniek waar ik mijn neus ga doen. Hoe laat is het nu? Kijk hoor. Nu 11:45. We komen 11:45 komen we aan bij Deventer station. En yes, I'm really excited. Ik ben heel benieuwd hoe mijn neus eruit gaat zien. En ik ga nu even laten zien wat ik bedoelde, guys. Kijk, mijn neus hier is niet recht. Ik heb ooit mijn neus gekneusd. Ik vind dat echt grappig, maar ik vind het niet grappig. Ik heb ooit mijn neus gekneusd. Zoals jullie kunnen zien, is mijn neus hier niet recht. En ik vind het gewoon niet mooi. Eigenlijk zou ik een neusoperatie doen, maar ik vind dat ik daar nog best wel te jong voor ben. Misschien dat ik het later ga doen. Ik denk ook wel echt dat ik het later ga doen. Maar om alvast te kijken hoe het gaat staan en zo, ga ik nu een neuscorrectie doen met fillers. Het is geen operatie, het zijn fillers dat in mijn neus gaan. En ja, ik ben gewoon heel benieuwd hoe het eruit gaat zien. Mensen, ik zie er niet frissig uit vandaag. Ik ook dus niet dan. Don't mind the outfit. Ik zie het ook echt niet. Ik wil eigenlijk lipgloss zetten, maar ik moet toch zo meteen weer die mondkapje opdoen. Je hebt nu al gekocht. Wat? Kleine. Nee, deze is van NYX. Maar ja. In ieder geval, dadelijk gaan jullie beter zien hoe en wat. Ze gaat alles filmen voor mij. Yes. En dan gaan jullie zien hoe alles is gegaan. Hoe maar het kijk, eruit ziet. Die mensen zeiden toch van ja, je mag niet met iemand komen en zo, maar ik ga daar komen en met jou toch. Ik ga gewoon zeggen van ja, ik heb een YouTube kanaal en zo en zij filmt altijd alles voor me. Mag ze mee naar binnen? Hi babes, het is de volgende dag en zoals jullie kunnen zien ben ik thuis. Ik heb mijn wimpertjes gisteren gedaan en ik ben gisteren natuurlijk naar de kliniek geweest om mijn neuscorrectie te doen. En jongens, kijk hoe mijn neus eruit ziet. Het is heel netjes naar beneden gezet. Ze heeft de tip van mijn neus een beetje omhoog gedaan. Dit is nog niet het eindresultaat trouwens. Ik moet over 2 weken terugkomen voor een touch-up. En dan zal het volledige resultaat zichtbaar zijn. Dus dit is nog niet het eindresultaat, maar we zijn op een goede weg. Ik vind het al echt heel mooi. Ik ben ook echt super tevreden. Kijk, hiervoor zie je nog een klein beetje de puntjes waar zij in is gaan met de naald. Maar voor de rest, ja guys, wat voor informatie moet ik nog meer vertellen hierover? Het was een beetje pijnlijk bij de tip van mijn neus. Hier zo, toen ze dat zeg maar een beetje omhoog ging liften. En ja, hier zie je eigenlijk meer rode plekjes, maar daar deed het amper pijn. En ook toen ze het zeg maar echt injecteerde, voelde ik het ook amper. Dus yes, I'm super happy. Verder, wat wil ik ook weer vertellen? Ja, zoals ik al zei is dit dus nog niet het eindresultaat. We kunnen de volgende keer bij de touch-up voor meer effect zorgen dat dit echt toch meer een boogje krijgt naar beneden. En dat het gewoon echt naar beneden gaat meer, zeg maar. Dus dat gaan we ook zeker doen. En yes guys, so, als jullie nog vragen hebben hierover, kunnen jullie het onder in de comments laten. En ja, dan reageer ik gewoon. En verder, of ja, je kan me ook een berichtje sturen via DM als je iets persoonlijks wilt vragen of zo. Geen probleem. Wat ook kan ik weer zeggen. En ja, dat was het eigenlijk. Ik ben ook super blij met mijn wimpers. Ik zal even de link van haar Insta in de beschrijving zetten. En voor de rest ga ik zo meteen lekker werken. Ik ga vandaag bij Mio werken. Mio cocktailbar. En daar kan je ook sushi eten en zo. Dus ik zal echt zeker een kijkje nemen. Het ziet er echt heel leuk uit daar. En het eten is ook super lekker. Ik heb daar al 2 keer gegeten. Dus zeker een aanrader. En daar ga ik vandaag, of heel dit weekend ga ik daar werken. Dus yes guys. Hi babes, het is de volgende dag. En het licht is hier zo lelijk. Oh joh. Ik moet even hier gaan staan.
Ja, hi babes, het is de volgende dag en ik ga lekker naar school vandaag weer. En daarna ga ik gelijk door naar werk, dus. Yeah. Maar ik kom weer te laat, jongens. Ik kan nooit op tijd komen. En ik heb ook echt gewoon zo geen zin meer om verder te gaan met school, maar... Ik ga gewoon oliebol kraam hier zo. Dus ik ga even oliebollen halen of zo. Of ze hebben daar ook altijd meerdere dingen. Dus ik ga even kijken. Ik kan nooit op tijd komen en die bus reed gewoon weg van mijn gezicht. Dus ik dacht toen ook gewoon alweer van laat maar. Ik probeer het elke keer, maar het lukt gewoon niet. Oh my god, ze hebben echt wel lekkere dingen, guys. Fijne dag. Hi guys, ik ben op werk en ik ben even aan het eten voordat ik ga beginnen. Mijn baas heeft dit voor me gemaakt. Echt heel lekker. En ja, ik werk van 5 tot 8. Ik kom net van school, dus ik ben echt vanuit school gelijk naar werk gegaan. En gisteren had ik dat ook, dus, maar ik vind het echt super leuk. Dus. Hi babes, het is een paar dagen verder en ik ben naar school gegaan vandaag. En het is vandaag Black Friday. Dus ik ga even laten zien wat ik bij de Zara heb gekocht. Dit zat allemaal niet in een korting of zo, maar ik heb het gewoon gehaald. Er waren wel dingen in de korting, maar die dingen vond ik niet leuk. Dus ik heb deze leuke broek gehaald. Super mooi. Dit is de code voor als jullie hem willen scannen. Dan heb ik deze leuke bruine top gehaald met lange mouwen. Super cute. En dan heb ik deze witte coltrui gehaald. Ik wou eigenlijk al lang een witte coltrui halen, maar met wit weet je gewoon dat je het 1 of 2 keer kan aandoen en daarna niet meer. Dus, oh ja, trouwens, dit is de code van deze coltrui. En dat was het eigenlijk. Ik moet zo meteen gaan werken, dus ik had eigenlijk niet heel veel tijd meer om te gaan winkelen. Misschien dat ik dat online gewoon verder ga doen. Dat zijn gewoon echt kleine dingetjes. En ja, mijn vader is zo lief geweest om vandaag geld te komen brengen, zodat ik ook kleren kan kopen. Dus ga even kijken. En mijn klasgenoot heeft me vandaag deze taakjes gegeven, super lief. Het is echt mijn lieveling. Mijn moeder vindt het echt vies, toch mama? Nee, ik vind het wel lekker. Hm? Maar dat kan zo leren. Wat? Dat kan wel leren. Nee. Ze waren het tot hier open, ze had echt één. Eentje... Lekker, ja. Ze had eentje gepakt, maar. Hi guys, I'm sick as shit. Mijn moeder heeft net soep voor me gemaakt, super lief. Nieuwjaar of zo? Papi, je bent nog klein. Ja. Hij is van Under Armour. En jij neemt die niet eens. Maar waarom stond ze dan? Het is hier, het is klein. Ja, guys, kijk wat. Ja, ik heb ook Under Armour gekocht. Ja. Ja. Oh my god, ik was zo bang dat het alleen die vet was. Hi babe, het is inmiddels een paar dagen later en ik heb net mijn wimpers gedaan. Het was echt een lange dag voor mij, want ik had eerst school. En daarna ging ik gelijk mijn wimpers doen. Ik begon ook 8:30, ik ben zo moe. En ik heb zoveel honger, dus ik ga nu, ik heb eventjes eten besteld, maar ik ga het hier afhalen, want die bus stopt gelijk hiervoor. Zo'n chicken wrap met cheese. Heerlijk hoor, kijk hier zo. Een paar dagen later en ik ga vandaag weer naar Deventer, want ik ga, zoals ik al zei, voor een touch-up voor mijn neuscorrectie, die ik 2 weken geleden heb gedaan. En vandaag zal het eindresultaat ook helemaal zichtbaar zijn. Ik mag helaas niet filmen daarin, ik had het vorige keer al gevraagd. Dus ja, ik neem jullie gewoon gezellig weer mee. Ik heb net mijn neus gedaan, zoals jullie kunnen zien. Al die puntjes, dit keer best wel veel pijn. Maar ik ben er wel heel blij mee. Ik was al een beetje gewend aan het resultaat van de eerste keer, dus
zo'n heel groot resultaat voor mij is het niet. Maar het is gewoon echt meer die touch-up en het is een beetje omhoog. Alleen maar als ik thuis ben, zal ik het beter laten zien, want ik ben nu nog buiten. Ik ga nu eventjes naar de HEMA om mijn brandpotlood te halen. Ik zit helemaal bij het adem. In Rotterdam, waar ik het altijd haal, hebben ze het niet meer. Dus ja, ik ben er over een kleine 5 minuutjes. Dus het is de volgende dag en ik had jullie beloofd, of ik had jullie gewoon gezegd, om mijn neus te laten zien hoe het is gebleven. Ik ga ook een before foto zetten hier in hoe mijn neus er eerst uitzag. En dan kunnen jullie het nu zien hoe het er nu uitziet. Oké, kijk. Dus het is gewoon echt puur rechtgezet gewoon. Ik ben er echt heel erg blij mee. Voor mij is het al echt gewoon een heel groot verschil. Omdat ik gewoon echt last had van die bobbel hier. Ik heb ook ooit vroeger mijn neus gekneusd. Zodra dat ik daar echt zo'n bobbel had. En zeg maar, als je zo doet, ja, het doet, mijn neus doet nu best wel veel pijn. Dus ik kan dat nu niet doen. Maar dan kon je ook echt zien dat het zeg maar scheef zat. Maar ja, zo ziet het er nu gewoon uit. En trouwens, mijn haar ziet er zo uit omdat ik naar de kapper ga. Guys, ik ga voor een deel ga ik niet meer blond zijn. Want er is nu een nieuwe trend dat je zeg maar de voorkant alleen blond doet. En dan de rest doe je gewoon donker. Dus dan gaat het gewoon weer naar mijn eigen haarkleur. Ik denk dat dat ook veel gezonder is voor mijn haar. Dus ja, ik ga zo meteen gewoon weer naar mijn vaste kapper. Waar ik alleen laat verven. Ik moet doen of knippen. Dat doet mijn moeder, want mijn moeder is ook kapster. Dat laat ik haar dan doen. Maar die olieplexbehandeling doe ik altijd bij Rotterdam Centraal. Dus, maar voor de rest laat ik niemand aan mijn haar zitten met het verven en zo. Dat laat ik wel echt alleen aan haar over. En ja, ik moet zo meteen eruit. Het is nu 11 uur, ik moet daar om 12 uur zijn. Dus ik ga zo meteen de deur uit en ik ben echt heel benieuwd hoe het me gaat staan. Of het me überhaupt wel gaat staan. Dus yes, I'm gonna take y'all with me.